Het is 3:30 en meestal rond 3:30 zo'n beetje op de helft van de uitzending, want we zijn er tot 5:00 deze dag, hebben we ook gasten in het programma zitten, we hebben gasten uitgenodigd. En dat is een live band die vandaag weer te vinden is op het kleine podium, bedoeld voor zeer groot talent. Het is de band This Land. Mannen, goedemiddag. Goedemiddag. Van harte welkom. Stel je even voor, wie zijn jullie, wie heb je meegebracht? Ik ben Harold, leadzanger van This Land en speel toetsen. En naast mij zit Bo. Ja, ik ben zanger-gitarist. En wie hebben jullie meegebracht? Drie andere prachtige muzikanten die nu staan te zwaaien voor de ramen. Emiel Meijer speelt op gitaar en zang. Renske Tiekstra op de bas. En Maurits Raafs op de drums en ook zang. Oké, allemaal van harte welkom. This Land, ik ken de band niet. Wat is het voor een band als je het zou moeten omschrijven? Wij maken alternatieve pop, zou je kunnen zeggen. Met wat lichte rock-invloeden en Amerikaanse muziekstijlen gemengd. Dus country, blues, een beetje dat. Maar eigenlijk alles wat voorhanden is. Alles wat je leuk vindt, waarvan je denkt van daar kunnen we wat mee als band. Dat laat je horen. Ja, wij mixen eigenlijk verschillende stijlen tot één nieuwe eigen stijl, zeg maar. En waar laat je door dan inspireren? Waar komen dan wat je noemt allerlei stijlen? Maar geef eens een voorbeeld waar waar het op lijkt. Eigenlijk wil je nergens blijken, maar voor mij persoonlijk, het schrijven van liedjes, is dat Ryan Adams, maar ook Bruce Springsteen. Ik kan veel meer namen noemen, maar het zijn voor mij prominente namen. Ja. En hoe lang bestaan jullie al? We hebben nu wel een andere bezetting, andere bezetting. We zijn een tijdje bezig, maar echt vanaf februari 2011 is het This Land gaan heten. Toen zijn we gaan optreden. En wat heette het daarvoor dan? Wat was nog het geen naam. Okay. Nee. Of mag geen naam hebben, kan ook. Dat was meer een experiment. Het waren allemaal losse liedjes. En ja. Daar hebben we zeg maar bandleden omheen gevormd. En anderhalf jaar geleden heeft het een naam gekregen. En de eerste liedjes gingen vooral veel over het platteland. En vandaar ook die naam, This Land. Oké, maar dat was gewoon ook in het Engels? In het Nederlands? Ja, in het Engels. Oké. Okay. Ja. Hoe belangrijk is dan de omgeving voor jullie? Is dat bepalend? Is dat belangrijk? Ja, ik denk dat... Want jullie komen uit Zegtogenbosch. Ja. Ik wil ze meteen zeggen, is dat een goede voedingsbodem? Ja, ik denk het wel. Ik denk als je zeg maar je inspiratie opdoet vanuit... Ja, de natuur, dan heb je in feite een hele pure ervaring, zeg maar. Hè. Maar moeten jullie wel een eigen plekje hebben? Is het belangrijk dat je een plekje als Den Bosch hebt? Of zou je het overal kunnen doen, muziek maken? Zou het overal kunnen doen. Het is wel prettig om een standplaats te hebben. We komen wel maar uit de regio. Ja, sommige bands die zijn heel trouw aan hun eigen plekje. Hè? Ook al willen ze heel Nederland veroveren, toch een eigen plekje is heel bepalend. Ik denk dat wij toch niet zo heel gebonden zijn aan één plek, denk ik, qua muziek. Denk het ook niet. Kunnen overal naartoe. Ik kan ze overal neerzetten. wat zijn de plannen allemaal van This Land? Want is er al een cd uit? Of is er een cd in de maak? Of, we doen alles er nu in eigen... Pinkpop? Was het maar waar. Ja. We doen heel veel dingen in eigen beheer. We hebben dan, even in een chronologische volgorde, dan eind vorig jaar in december een liedje geschreven. Meegedaan aan een Serious Request. Actie van 3FM. En dat is een actie van Radio 3FM, hè? Ja. Dat houdt in dat je dan als band word je er uitgenodigd. En dan, wat gebeurt er dan verder? Als je wordt gekozen, wat dan? De demo van de dag. Ja. Ik moest heel veel donaties ophalen. En we waren een van de snelste stijgers in de lijst van dik 300 bands. En ik denk, na 3 dagen zaten we in die top 5. Ja, en heb je dus geen wind tegengelegd. Dat is goed gegaan allemaal. Ja, dat is wel echt leuk om te doen. Dus dat is een mooie aanvang. En dan verder, wat is er dan al een cd gemaakt? Of een album? Vorig jaar hebben we een mini-cd opgenomen met 5 nummers. EP'tje. Ja. En afgelopen jaar is onze eerste single dan verschenen. Die we zo meteen ook gaan spelen. En we zijn op dit moment met een nieuwe single bezig om die op te nemen. En die komt volgende week online te staan. Ja, wat zou ermee moeten gebeuren? Want je vertelt net Serious Request, daar ben je geweest. Dus dat is landelijk. Ja. Wat zijn jullie plannen? Wat zou je graag willen? Ja, we willen in ieder geval nu zoveel mogelijk spelen. Mooie liedjes schrijven. En zoveel mogelijk optredens doen. Om zoveel mogelijk bekendheid te kunnen vergaren. Ik vraag wel eens vaker, er hoeft geen hit aan te komen. Nou, dat zou leuk zijn natuurlijk. Of is het niet belangrijk? Gaat het erom dat je overal kunt spelen? Het gaat vooral om de muziek, zeg maar. Het is echt, wij willen graag mensen bereiken met onze boodschap. En wat we willen zeggen, wat we willen uitdragen. En wat wil je uitdragen dan? Wij willen uitdragen dat het leven heel makkelijk kan zijn met mooie dingen om je heen.
En moeten ze dat meteen snappen? Moet het publiek meteen snappen wat je zingt? Of is dat niet belangrijk? Is het mooi meegenomen? Ik vind het wel belangrijk dat het publiek snapt wat er gezongen wordt. Ja, er zit wel de rode draad door de liedjes. Wat Bo inderdaad aangeeft, is dat het gaat wel over het leven. En je kan het pas zingen, denk ik, als je het zelf hebt meegemaakt. Dus het is hier en daar toch wat cryptisch. Maar het is wel gebaseerd op een realiteit. En, ervaring. Ja. In sommige gevallen gaat leven vanzelfsprekend. In sommige gevallen zit leven tegen en dan ontstaat een liedje. Maar dan zou je bijna gaan zeggen, krijg een hoop ellende in je leven. Want de meeste ellende zorgt voor de tragiek in het leven. Zorgt voor mooie gedichten, zorgt voor mooie liedjes. Zorgt voor, ja, je wenst het niemand toe, maar het is wel vaak het gevolg. Het is een zwaar leven als muzikant. Maar je zegt wel, je put wel een beetje uit eigen ervaring. Ja. Ja. Zijn er heftige dingen in het leven al gebeurd? Of, nee, of is het wel zo dat je gewoon dagelijkse dingen wel kunt verwoorden, waar iedereen mee worstelt? Het is eigenlijk heel. Ik heb bijvoorbeeld het eerste liedje wat we straks gaan spelen, heb ik geschreven toen André Kuipers naar de aarde terugkeerde in zijn raketje. En daar ben ik met die gedachte ben ik aan de slag gegaan. En dat is dan. Dat is ook een ervaring natuurlijk. Want je ervaart daar iets door, zeg maar, doordat hij dat doet. Ben ik mee aan de slag gegaan. En het nummer is uiteindelijk. De tekst gaat over iemand die dus de weg kwijtraakt in de ruimte. Yeah, de controle over het ruimteschip verliest en langzaam wegdrijft van de aarde. En dat gevoel wat die man dan op dat moment heeft, die onmacht, daar gaat het nummer over, zeg maar. Ja. Dus, en zo kun je allerlei hele kleine dingen ook uitvergroten naar jezelf brengen en vertalen naar iets metaforisch of zo. Dat mensen er wat mee kunnen doen. Ja. Wat moeten ze dan hebben als ze jullie hebben gehoord en optreden? Als ze een optreden meemaken, moeten ze dan wel met een berg wijsheid naar huis gaan? Ja, maar wel, ze moeten wel opgewekt naar huis rijden. Niet zo dat ze met 100 km per uur naar het podium rijden en met 40 km per uur weer terug. Nee, onze optredens worden wel gekenmerkt door, er zit wel veel energie in. Ja. Er zitten ook wel redelijk wat up-tempo liedjes tussen. En nou zeg je net van, de volgende single is in de maak. Maar dan toch nog even terug naar de vraag. Betekent dat er ook nog een album eerst gaat komen? Of dat er weer een EP gaat komen dat je... Ooit. Waar je mee, dat weet je niet. Er is nog niet echt een planning voor ons voor gemaakt. Want hoe werkt dat dan bij jullie? Want hoe ga je opnemen dan? Is het een kwestie van, we moeten weer eens wat gaan opnemen? Of is er echt wel een strakke planning? Hoe werkt dat? Het eerste. Ja? Ja. Zo het komt zoals het komt. Bij tandenpoetsen zeggen van, we moeten morgen maar eens wat gaan doen. De rest was even spreken dat we een liedje moeten opnemen. En klinkt dat ook meteen onderling? Gaat dat onderling meteen goed? Of is er af en toe wel eens weerstand dat iemand zegt van, nou moeten we van de slag, geen flauwekul. We moeten naar het festival. Er moet een EP komen, er moet een album komen. En dan zeggen we, kom. Nee, de neuzen staan echt dezelfde kant op wat dat betreft. En we zijn allemaal bezig met hetzelfde doel. En we zijn het eigenlijk altijd met elkaar eens. En het is maar ook meteen van, we moeten eigenlijk iets opnemen. En dan zegt iedereen meteen, gaan we doen. Wanneer kunnen we aan de slag? Volgende week, weet je wel. Je hebt nou gemakkelijk praten tussen heel dik glas. Waar ze niet alleen gaan. Ze kunnen niks zeggen nu. Het is een heel ander verhaal geweest. Zeg, nog even in de planning. Zijn er de optredens ergens? Want we gaan nu jullie horen zometeen hier in de studio. En dat is akoestisch. Dat is heel anders dan wellicht op het podium of waar je ook staat. Binnenkort dan ergens aanschouwen. Ja. 17 maart. 7 maart? 7 maart, ja. 7 maart, 7 maart op donderdag in de Rambler in Eindhoven. Oké, de Rambler in Eindhoven. Ja. Is er nog een site waar we kunnen kijken? Ja, disland.nl. Heel simpel. Hoe gemakkelijk kan het zijn? Hè? Ja. Ja. Nog even, tot slot, wat zou de mooiste wens zijn die kan uitkomen? Een muzikaal gebied. Ik kan toch zeggen, want ik word rijk. Maar, voor de band Disland, wat zou mooi zijn? Een platencontract, denk ik. Dat wel? Of een huiskamerconcert bij André Kuipers. Dat zou mooi zijn, dat hij wel een grote huiskamer heeft. Ik zal je zo meteen 06-nummer geven van André. Goed? Goed. Dankjewel. Zeg, ik wens jullie alle succes van de wereld. Jullie kunnen mensen vinden informatie op disland.nl. Ik vraag jullie vast naar de studio te gaan. Okay. In de tussentijd vertel ik thuis, maar dat weten jullie inmiddels wel. www.omroepbrabant.nl. Ga daarheen voor het geval dat je daar nog niet bent. Ga daar snel heen en kijk op radio kijken, aanklikken. Want als je dat doet, dan zie je zo meteen wat er allemaal gebeurt in de studio. Het kleine studiootje. Wat is weggelegd vandaag voor Disland. Zij gaan een paar liedjes voor spelen. En dat kun je meteen zien. En dat kun je allemaal volgen via www.omroepbrabant.nl.